avond. Hey wat mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we een ritje doen. Samen met Goldie gaan we een ritje doen. En we gaan kijken waar dan we staan. Dus ik ga hier mijn freeride. En ik wil jullie sowieso bedanken voor de weergaves mensen, want we hebben de eerste keer over de 100 weergaves gehad met Eurotrucks. En ja, ik ben jullie zo dankbaar en we gaan eerst een keer kijken voor een ritje. Daar moet ik geen trailer voor hebben. Ladingmarkt. Kijken wat dat meeste opbrengt. We pakken Parijs. Motorfietsen. Rennen. Of ik kan ook kijken. Externe. We zijn in Parijs. We doen motorfietsen van Parijs richting Nantes. Dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. We gaan die eerst gaan ophalen. We moeten wel een uurtje rijden richting de locatie. Nou, maakt niet zoveel uit. Get ready to turn left. Turn left. Straight on. Go straight on. We zijn nu onderweg naar
richting Parijs. Voor onze lading op te halen. Ik ben jullie zo dankbaar, mensen, want we hebben de eerste keer over na een 3 jaar tijd de eerste keer een weerhaven gehad van 100 weerhavens. Dus dat motiveert mij om juist meer mensen te lokken. Maar voor mensen, vergeet sowieso ook hier, jullie bekijken mijn video's, maar vergeet ook niet te abonneren. Abonneren is zo belangrijk, mensen. We moeten nog 40 kilometer rijden. Ja, broer. Yo, zeg keer. Ik zit wel in opname, zeg maar ze. Nee, zeg maar, joh. Had mij gestuurd van GameForce, daarmee. Ja, dat de prijzen bekend zijn. Ja, ik weet, ik heb het ook gegeven. Het heeft er voor de VIP nul draaien. Nee, goedkoper. Ja, nu, voorloper. Ja. Ja, is goed. Ik... We zijn nu opnames, ja. Ja. Ja, ça va. Ja, het is goed. Tot straks, hè. Jojo. En Glenn, doe mee, hè. Ja. Hé, hey, en ik, bij mijn vorige video van de Euro Trucks heb ik... Ik zit over mijn 100, hè. Ik antwoord niet meer veel in die groep, maar ik zie wel alles. Ja. Ja, kijk, ik ga dan eerst voort doen. Ja, doe maar, ik moet door met eerst eten en daarna ben ik op de... Ja, is goed, broer. Tot ze biedt, hé. Ja, dat was dus de planning voor vanavond. Vanavond spelen we sowieso, mensen, Call of Duty. En rank het. Dus er zullen veel gevloekt worden en dit en dat. Maar dat is gewoon puur uit frustratie om sommige spelers zijn camperkes. Maar we proberen het toch zo goed mogelijk. Dus, en soms is dat met veel vloeken, veel dit. Dan moet je erbij pakken. Exit
Now. Hier moet ik af. Turn left. Ladingmarkt. We nemen een lading aan en we vertrekken om 12:30. Let's go. En dan mijn eerste. Steken, beloof. Turn right. Exit now. Go straight on. Exit now.
straight on. Go straight on. At the roundabout, take the second exit. We zijn officieel onderweg van Parijs naar Nantes. Dus ik hoop dat ik het goed zeg. Zeg het ook goed, hè, Beep? Nantes? Of... Ik moet naar Nantes. Ja? Ah ja, dan zou ik het goed. Dan moet je iets nemen tegen de hoofdpijn, baby. We rijden mooi 90 km per uur. We hebben een mooi budget van 25.954 euro. Dus dat is een mooi budget al. Maar het kan nog altijd meer. We moeten nog 466 kilometer doen.
je dat op tafel deed. We zijn nu onderweg naar Nantes en Le Mans ligt er ook dicht tegen, dus ja, wel een stuk zelf niet, dus wat ik zometeen ga doen, is kijken of dat we een lening kunnen afsluiten of hoeveel dat we nog moeten doen. Ik hoop gewoon dat ik weer niet moet omrijden. Als ik op de locatie ben. Wat heb ik? Ja, inderdaad, ik ga het wel zien. Hè. Want we weten nooit wat er op voorhand gebeurt. We zouden moeten toekomen om 7:28 uur. Ik heb nog tijd. Ja, de zon gaat bijna opkomen. Het is 4:00 uur. Keep left.
Oh, we moeten Lamant passeren. Ik ga proberen nog tijd af te rijden. En we moeten gewoon rechtdoor richting Nantes. Nantes, of zo. Ik weet niet hoe dat je moet uitspreken. Tanken moet ik nog niet, want ik heb nog genoeg. Dus voor die 177 kilometer ga ik nog niet tanken. Maar we gaan dan wel binnenkort een keer moeten upgraden naar een groter vrachtwagen. Is goed, baby. Maar ik ga toch een keer kijken. Wat ik wel spijtig vind, is bijvoorbeeld like bij Farming Simulator kun je tweedehands materiaal kopen. En bij Euro Trucks en American Truck Simulator. Dus als je een vrachtwagen wilt, dan echt wel zegt van die vrachtwagen wil ik en ik vind hem niet in de gewone winkel, dat je hem daar kunt vinden. Dat je alleen maar nieuw zou kunnen kopen in de winkel, maar dat er ook een functie zou moeten bestaan voor tweedehands vrachtwagens of oudere modellen. Ja. Ja, dat zou ik toch doen. Heeft de Roeva heten? Heeft Hogwarts Legacy ook geplaatst?
Ja. En het is weer wel een beetje drukker op baan. Het is ochtendspits. Ik wil er toch 5 minuten afrijden. Nog 52 minuten in het spel.
right, and then exit right. En we zijn toegekomen in Nantes. Kijk, een tram. Thank you.
Voilà mensen, we zijn toegekomen op locatie. En voor vandaag ook, we hebben nog een extra bonus gehad voor. Kijk je daar zien. En we gaan een keer kijken voor als we een upgrade gaan doen van qua vrachtwagen. Dus maar ik ga gewoon een keer kijken. Dan gaan we rijden nu met in deze. Inruilwaarde. Dat is vanaf 14. Liter 421 pk. Maar mensen, wij gaan dat in de volgende aflevering zien. Wat gaan we doen? Hem aanschaffen. Grotere inhoud qua tank, maar minder pk's. Gaan we hem kopen? Is 118.000, maar we moeten inruilwaarde van de truck dat ik nu meer rij is 81.346 en we moeten betalen 37.000. Dus mensen, laat in de reacties weten wat dat we zouden moeten doen. Krijg ik Goldie een upgrade? Of niet? Dus laat het gewoon gerust weten. In de... Of zouden we sparen voor direct al een big boy? Maar dan moeten we wel eerst level 16 voor zijn. En die heeft een inhoud van 960 liter. Bijna 300 tust. En hij valt 517 pk. Dus mensen, laat het gewoon weten in de reacties. Dus mensen, ook merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. En we zien elkaar in de volgende later terug. Ciao, ciao mensen.